Franse geschiedenis is anders dan de Nederlandse geschiedenis. En dat is toch best wel interessant om dat allemaal weer te ontdekken hier. De meeste Fransen kijken vaak verbaasd van op als ik ze vertel dat ik mijn HAVO-diploma al gehaald heb. En volgend jaar ga ik journalistiek studeren. Dit jaar is dus eigenlijk een tussenjaar. Dus kan ik dit tussenjaar ook mooi gebruik maken om veel nieuwe dingen te leren. Ik leer in Frankrijk niet alleen de Franse taal, maar nog veel meer dingen. Ik ging net eventjes naar het Office de Tourisme, dat is de Franse VVV, om even wat informatie te vragen over de omgeving hier en over wat hier te doen is, wat hier te zien is. En ik vond het wel grappig, want die vrouw achter de balie, die vroeg of ik uit de buurt kwam, want waarom zou ik anders informatie over mijn eigen regio willen hebben? En toen zeg ik van nee, ik kom niet echt uit de buurt, ik kom uit Nederland. En toen zegt ze, ja, ik had al zo'n vermoeden, ik hoorde iets een accent en ik dacht, zou die hier uit de buurt komen? Dus ik vond het in ieder geval wel grappig dat ik niet gelijk als toeriste gezien werd. Ik ben hier in een heel groot openluchtmuseum. Het is niet nagebouwd, maar het zijn allemaal echte boerderijen staan hier. Ik kan hier dus alle oude boerderijen bezoeken en kijken hoe ze dat vroeger allemaal deden. Ja, zo leer ik ook wat over de omgeving waar ik woon hier. Hoe dat vroeger allemaal ging. Als je door Frankrijk heen loopt, dan zie je gewoon dat de bouwstijl en alles, dat het gewoon helemaal anders is. De huizen zien er zo anders uit. En dat was in dat museum, waar het openluchtmuseum waar ik dus heen ben geweest, was dat ook heel erg te zien. En het was heel interessant om te zien hoe dingen in Frankrijk vroeger gedaan werden. De Franse geschiedenis is anders dan de Nederlandse geschiedenis. En dat is toch best wel interessant om dat allemaal weer te ontdekken hier. In zo'n museum, zeg maar. Ik ben nu op een hele grote beurs, een etensbeurs. Het is een soort van hele grote markt met allemaal kraampjes, gerechten van over de hele wereld. Het leuke aan die etensbeurs vond ik dat er mensen vanuit heel Europa op af waren gekomen. Ondernemers, zeg maar, die hun producten wilden verkopen. Zo kon ik en mijn gastgezin dan een beetje dingen proeven uit allerlei verschillende culturen. Door zo'n uitwisseling kom ik niet alleen meer dingen te weten over Frankrijk en over de Franse cultuur en Franse taal, maar ook over zoveel andere dingen. Ik ga even genieten van de Franse zon. Als je deze video leuk vond, vergeet dan niet om even een duimpje omhoog te doen. En abonneer op het kanaal van Travel Active. En tot de volgende keer.